Toen je het net had over je bent niet belangrijk, die raakt mij nog steeds. Dan komt er nog steeds een intens gevoel naar boven. En dat associeer ik dan met je bent niet belangrijk, er kan over je heen gelopen worden, je bent niks waard. Maar het is een andere, je bent niet belangrijk. Ja, want als je dat realiseert, dan kan er niet over je heen gelopen worden, alleen al dwars doorheen. Want er is niks. Dus ruimte botst niet. En hij heeft ook geen moeite overigens op dat vlak om op een gegeven moment te roepen nee. Maar dat kan vanuit een geïdentificeerde verkrampte modus of gewoon de helderheid zelf. En dat is iets heel anders. Dus ik stel nooit mijn grenzen. En ik ben fucking duidelijk. Nee, die voelt dan ook heel anders. Yes. Dus ik begrijp wel wat je bedoelt, maar ik merk gewoon dat ik daar nog heel vaak mee aan het vechten ben. Want ik kwam hier en ik had echt zoiets, ik voelde me helemaal relaxed dat dat werd gezegd. En ineens voelde ik me weer helemaal onzeker. En ik denk, oh ja, daar is die mind weer die van alles vindt. En toen trok het ook wel weer weg als ik het er dan kan laten zijn. Maar dat, wat zij zei, die razernij en dan ergens voor vechten, dat voel ik dus ook heel erg vaak vanuit dat ik me wil bewijzen. Yes. En zoals het spreekwoord zegt, wie iets te bewijzen heeft, is onvrij. Want als je gewoon bent, dan is er gewoon het spontane reageren op de totale setting, zonder dat daar een vaste kern in zit die beschermd moet worden of tot expressie gebracht of whatever. Het is allemaal gewoon spontaan en alleen in het moment en dan is het weer leeg. Terwijl vanuit die ik-positie moet ik alles gaan zitten onthouden. Die is al 2 keer over mijn grenzen geweest en dus de volgende keer dan moet ik. Het is allemaal zo strategisch en politiek. Ja, dat wou ik net zeggen. Je leeft dan helemaal met een agenda van yes. Dit moet ik daar doen en dat daar doen en ja, dat is heel onvrij. Ja, en doet een groot beslag op onze mentale processor. Terwijl als je gewoon bent en alles gebeurt vrijuit en spontaan, er zijn geen strategieën benodigd, je hoeft niks te onthouden. Het hoeft ook niet altijd te voldoen aan een bepaalde set regels. Mm-hmm. Ja, dat is hoe ik. Waar, ik heb al eerder de vraag gesteld van ik vergeet zoveel en dat hier belast ik mezelf heel erg mee. Sure. Waardoor mijn mind zegt van ik heb hier geen zin in. Ga maar eens op een andere manier kijken. Plus op het moment dat we zeggen ik ben belangrijk, dan rijst gelijk de vraag van ja, oké, hoe belangrijk ten opzichte van de ander, hoe belangrijk is die dan? Dan moet ik dat allemaal gaan zitten wegen, alsof ik dat kan. Mm-hmm. Ja, ik kijk en vergelijk ook heel erg vaak. Of heel vaak, dat doe ik altijd. Ja, dat is normaal. Mm-hmm. In een krankzinnige wereld. Ja. Yeah. Ik hou er niet zo van en ik ben er niet zo goed in. En volgens mij is er niemand echt heel goed in. Want als we er goed in waren, dan zou het geen stress opleveren. Dus het is veel leuker om in diverse settings te kijken wat de tijdelijke positie van jouw organisme is in de hiërarchie of whatever. Die daar dan geldig is. En ik heb er geen enkel probleem mee als de setting ernaar is om het voortouw te nemen. Of om gewoon heel laag op die pickorder te staan en gewoon alleen maar een beetje rond te kijken. En, ik vind het allemaal best. Als het maar klopt. Dus ik hoef alleen die kloppendheid, niet dat ik dat doe, maar goed, als teaching device, die kloppendheid in de gaten te houden. Nou, soms wordt er van mij gevraagd dat ik initiatief neem. Soms wordt er van me gevraagd door de setting dat ik volg.
prima. Als het volgen klopt, is dat heerlijk. Ja, want als je altijd jezelf dus belast met... ik moet altijd zus zijn of zo zijn, dan klopt het in heel veel situaties helemaal niet meer. Voilà. En dan krijg je heel veel stress. Yes. Ik moet me altijd laten gelden. Ja, want ik heb dan in mijn hoofd van zulke opgebouwde schema's van... nou, als, ja, een aantal stappen waar ik aan moet voldoen. En die heb ik opgeschreven, dat is wel lachwekkend. Het kwam allemaal vanuit mijn oude kindertijd. Wat doe ik hier nu nog mee? En toen kon ik het ook loslaten en het maakt wel veel vrijer. Goed. Maar dat je niet iemand bent en niet belangrijk, dat is nog wel een worsteling. Dus. Maar ja, heb ik weer even wat om naar te kijken. Dankjewel.
Ja, dat is dan de vraag van waar je het over moet hebben als je geen problemen hebt. Maar dan merk je wel dat toch heel veel contacten in het verleden gebaseerd waren op dat hebben van problemen. Yes. En dat is niet helemaal makkelijk om die meteen mee te laten ontwikkelen, zal ik maar zeggen. Ja, weet je, wat er ook overblijft is inderdaad los van de genoemde dingen, dingen die interessant zijn om over te hebben, maar die niet per se over jou gaan. Dus bijvoorbeeld, je leest een boek ergens over en heb je het daarover. In plaats van over, ik voel dit of ik heb dat probleem of gedachtenkronkel of weet ik veel wat. Ja. Nou ja, en ik kijk met één vriendin, kijk ik films en dan hebben we het over de film. Ja, right, exact. Dus dat, waarom, ja, dus dat is ook weer in die context van, ik ben niet belangrijk, oftewel, ik ben ontdaan van problemen. Ja, dan hoef ik het dus niet over mij te hebben. Ja. En dan zeggen we of niks, of iets over wat er feitelijk plaatsvindt, of beleefd is in de zin van boek, film, whatever. Of wat de vogels nou weer uitgevreten hebben. Ja, ja. Ja, en het weer. De zon schijnt wel of niet. Ook heel belangrijk. Ja. Nou, vooruit met de geit. Ik ben een beetje in de war over het hele persoon gebeuren, denk ik. Ik dacht altijd dat handelen of doen, dat dat op een of andere manier niet goed was of zo. Dat ik het dus in mezelf soort van op moest lossen. Maar nu heb ik dus gehandeld. En is best geweldig eigenlijk. Maar dan denk ik, ja, dan is het een systeem of whatever iets wil. Want het is niet voor niks dat ik steeds teruggeworpen werd op een soort, ja, wat ik dan als lijden ervoor. En nu heb ik ernaar gehandeld. En nu lijkt het veel meer ontspannend te zijn. Right. Dus dan ben ik een beetje in de war van, ja, maar zo van, hè? Maar is dat dan niet gewoon de persoon die dan iets wil of aan het doen is en daarna handelt of En wat dan nog? Ja, dat is dus precies. Dan hebben we nog steeds adequate handelingen en inadequate handelingen. Oftewel kloppende acties en niet kloppende acties. Dus als een mens denkt dat hij een persoon is, maar hij krijgt de impuls om weg te gaan. Ja. En hij onderdrukt dat, ja, precies. Dan gaat er lijden ontstaan. Als hij niet zo moeilijk doet en gewoon de impuls opvolgt, is er weinig aan de hand. Dus of je het nou vanuit een persoonlijk of onpersoonlijk perspectief bekijkt, het maakt mij geen bal uit. Maar ik kan vrij goed horen, proeven, of iets adequaat is, of kloppend, of niet. Nou, waar lijden heel veel mensen aan? Aan inadequate handelingen. Daarom zeur ik vaak over leren denken en onderscheidingsvermogen. Het voorbeeld wat ik geef, en daar heb ik heel vaak van. Hoe lang weet je al dat je uit een relatie of uit een baan of woonomgeving moet? Het is gemiddeld genomen 4 jaar. Dan zitten we 4 jaar te handelen tegen beter weten in. En ja, gek hè, dat alles zo klote voelt. Ja, omdat ik het spiritualiseerde, denk ik. Ja, en dat overkomt ons allemaal. Ik heb wel eens verteld dat in de vorige relatie hier het idee was, oké, er is vrijheid, dus dan moet dat in deze relatie ook kunnen. Maar de waarheid was, get the fuck out of here. Het klopt niet. En niet omdat mijn partner niet deugde of whatever, maar de setting klopte niet. Het was niet tegen hun, maar het was voor mij.
Maar er zat hier nog zo'n raar ideetje van, ja, dit moet in elke situatie kunnen, ja. Ja, dat is als theorie heel leuk. Ja, dat was mijn theorie. En dat was ook gelijk de hel eigenlijk. Ja. Daarom hoor ik zelf wel eens, ook wel eens over gehad, mensen zeggen die dan in een toxische relatie zitten. En die blijven daar dan zitten, want je kunt er zoveel van leren. Dan zeg ik, ja, je kunt ook naar Siberië in een strafkamp. En daar kun je ook heel veel leren. Dat ga je toch ook niet doen? Ja, nee, maar dat was het. Dat was het. Dat zei ik de vorige keer denk ik ook niet zo. Over dat, dat wel lijden is dan een heel groot thema geweest in mij. Zo van, ja, maar dan moet ik... het is eigenlijk bijna een keuze om te lijden. Nou, het is ook voor een deel een programmering. De christenen hebben ons geleerd dat lijden loutert. Dus dat, dan moet je bijna lijden, want het is de enige manier om je erfzonde te kunnen inlossen. Zeker. Dus dat is deels ook gewoon een religieus culturele programming. Lijden is goed. Nou, heel veel lijden komt gewoon door stomzinnigheid. En is dus per definitie overbodig. Ja. En tegelijkertijd is er ook wel het dat het me wel een bepaalde kant op... Zeker, maar dat had ook misschien na 6 weken al gekund, in plaats van 6 jaar. Ja, of 6 maanden. Ja, dat zeker. Ja, ja. Maar wel dat er iets is, dat het ego je eigenlijk laat zien waar het nog niet klopt. Dus dat je ego eigenlijk, of datgene wat je ergens wel voelt, dat wringt, maar dat je nog niet aan hebt gekeken of wat dan ook. Nou, ik weet niet of dat het ego is, ik noem het wel eens de little motherfucker. Maar die geeft inderdaad signalen waar dingen niet kloppen enzovoort. En het is niet handig om dat te onderdrukken of te omzeilen. Ook al voelt het vervelend en zijn we vaak banger voor wat we kwijtraken dan voor wat er gebeuren kan. Want, en dat is wel een ego-perspectief. De ego-beweging weet wel, denkt hij, wat je hebt, maar niet wat je gaat krijgen. En aangezien het een beetje als een half blinde bankier functioneert, is die vrij behoudend. En, Ja, zeker. En hij is ook goed in het soort een oproepen van beelden van wat het dan eventueel zou kunnen worden. Altijd doemscenario. Ja, precies. Ja. Ja. Plus wat ik al eerder eens gezegd heb, hij houdt ook heel veel van de kosten van het onnatuurlijk zijn of in een foute situatie blijven zitten. Die cijfertjes die houdt hij buiten de berekening. Als je weggaat uit deze hel, dan ben je alleen. Alsof dat erg is. Ik lag gisteravond ook in bed en ik heb vaak dat als mijn gedachten een beetje wegvallen door de vermoeidheid, dan heb ik een, ja, wat ik dan als best naar ervaar, een soort gevoel van oneindigheid of zo, of iets wat heel gigantisch is, wat mij soort van op wil slokken en ik ga er een beetje uit de weg. Ja, dat is jammer. Terwijl het wil je niet opslokken, het nodigt je uit. Ja, ja, ja. Ja. Dat vond ik wel interessant. Omdat ik was een Ramana Maharshi begonnen. En die heeft dan ook zo'n ervaring dat hij dan op de grond gaat liggen. En 100% beseft dat hij een soort existentiële crisis maakt die door. En toen dacht ik van, eigenlijk heb ik dat ook best vaak. Alleen, dan denk ik van, vanavond niet en ik ben moe en kijk morgen wel verder. Ja, maar toen vanochtend dacht ik dus van, wacht eens even. Eigenlijk is dat bijna een soort, dat wordt me gegeven. Ja, en het enige verschil tussen hem en jou was dat hij meteen erin dook en zoiets had, kom maar. En sommigen van ons marchanderen een beetje. Krijg je die gouden uitnodiging en dan, morgen, dat kwam beter uit. Ja, ben nou te moe en weet je ja, wat, precies. Ik heb er geen zin in. Kijk hoe het vannacht gaat dan. Dankjewel. Ik wil wel vrij zijn, maar dan wel op mijn voorwaarden. Mm-hmm. Hallo, daar ben ik weer. Ja, fijn. Ja, er komt zo'n angst boven dan. Iets wat zegt dat wat iets wat absoluut niet wil. Dat wordt enorm vastgehouden. En dat is op basis van dingen die ik in het verleden, of dingen die ik heb gedaan, die ik heb gekeken.
En er zit iets in van, als dat bekend zou worden, dan zijn er mensen die mij neer zouden willen schieten. Oh, nou, dan vertel maar eens. Nee. Leuk. Nee, het heeft te maken met een verslaving. Oh ja. Het is inmiddels jaren geleden. Zat ik zo ontzettend in de zoekmodus naar kicks. Gecombineerd met een hoop drugs. Ecstasy. Daar ben ik op de deur zo van geschrokken dat ik dacht dat hier niet verder. Want nu gaat het mis. Ja. En de angst om gearresteerd te worden door de politie. De verwarring. Gedachte aan de dood. Ik kan mezelf wel afmaken. Schuldgevoel. En dat zit nog steeds erg diep. Oké. En het willen we uit. Ik bedoel, ergens is er ook liefde. Natuurlijk. Ja. En begrip van, ja, oké. Snappen waar het vandaan komt. Maar ja, goed, datgene wat bang is, dat wilde niet die liefde. Ergens wil het wel, maar... Ja, of denkt dat niet waar te zijn, of dat soort bewegingen. Ja. Ja, nou, heel typisch inderdaad. Nou ja, uiteindelijk dacht ik wel van, nou, dus is het een en ander is opgeschoond. Dus ik ben het aan mijn ouders gaan vertellen. Dat was gek, want het voelde alsof ik dood zou gaan. Dat was die angst, precies. Dus ik dacht, ik ga hem gewoon in de ogen aankijken. En laat ze me maar neerschieten. Maar ja, dat gebeurde niet. Maar ergens wist ik dat ook wel weer. En hier is hetzelfde verhaal. Er is niemand die me neer gaat schieten, hoop ik. Maar, ja. En bewustzijn maakt het geen donder uit. Nope. Dat is zo bizar, eigenlijk. Ja. Ja. En alleen vanuit dat perspectief kan het gewoon gevoeld worden. En ja. De benadering gevonden worden, zodat het zich bevrijden kan. Het wil gewoon uit dat systeem. Ja. Dat is elke keer weer opnieuw de boodschap. Yes. Ja. En het is onbeschrijfelijk mooi. Ja, absoluut. Dus ergens ben ik ook heel erg dankbaar voor dat ik zo ontzettend keihard tegen de muur aanliep dat ik dacht van... Ja, yes. En we leren daar ook van dat we met iets kunnen beginnen en dat het dan een tandje verder gaat. En als we dus niet oplettend zijn, we komen nooit in een, laten we zeggen, rampzalige situatie zomaar. Er zitten stappen in. En bij ieder van zo'n stap of kruispunt, of hoe je dat wil zeggen, hebben we eigenlijk de gelegenheid to back off. Nou, als dat een keer gebeurd is, dan hoeven we dat nooit meer zo te doen. Wat dan ook aantrekkelijk lijkt, weet je wel. Er zitten altijd stapjes in. Iedere keer heb je een kans om het patroon te doorbreken. Ergens zou ik willen dat ik het eerder had geweten. Ja, maar zo was het niet. Nee, absoluut niet, nee. Oké, dat was het. En degene die nu hier staat, is basically, ook qua organisme, een ander die daar toen in verzeild geraakt is. En dat geldt voor ons allemaal. And we've all been idiots. Ja, dat besef ik me af en toe. Maar dat maakt ons nog niet slecht. Nee. Diegene toen is al dood. Ja, yeah, basically. Yeah. En er zijn alleen nog wat energetische residuen en wat oordeel daarvan over. Nou, die mogen oplossen. Ja. Dat mogen ze wel. Ja. Super. Ja.
Oké, dankjewel. Thank you. Jij zei straks dat ik een keuze had, maar wie kiest er? Jouw systeem, niet een iemand. Dus keuzes zijn het gevolg van de mate van helderheid of onhelderheid in het systeem. Dus als mijn systeem snapt dat ik beter iets kan doorvoelen dan het weg te drinken bijvoorbeeld, als die dat echt weet, kiest die voor doorvoelen en niet voor drinken. Als die dat nog niet weet, dan heeft hij de woorden begrepen, maar pakt hij een biertje. Kan een systeem begrijpen? Ja. Maar het systeem zijn gedachten? Nee, dat is het totale systeem. Een hond kan ook leren, dus die kan begrijpen. Overeenkomstig met zijn aard. Sommige honden leren namelijk dat het leuk is om achter een bal te rennen. Anderen hebben er helemaal niks mee. Dus wij denken dat als er geen ik is, dat er dan niet geleerd kan worden of iets dergelijks. Alles leert. Je hebt er alleen geen ego bij nodig. Er is een systeem dus zonder ego. Ja. Het ego is voor mij vooral een beweging die dingen bemoeilijkt. Dus ook het leren bemoeilijkt. De eerlijkheid bemoeilijkt. Maar bestaat dit systeem dan? Pardon? Bestaat dit systeem? Yes, als organisme, of course. Maar strikt genomen is het onpersoonlijk. En wij denken altijd dat we iets persoonlijks nodig hebben om te kunnen leren. Ja. Ook verlicht te kunnen leren gitaar spelen. Of sneeuwkettingen omleggen of whatever. En uiteraard kun je het ook op een andere manier uitleggen, dat als iets helder is, dan heb je geen keus meer. Dus ik heb nooit de keus meer om niet te voelen als er iets speelt. Dit systeem heeft geleerd dat dat beter is dan niet voelen. Dus de default setting is, er speelt iets, er wordt gekeken en gevoeld. Vroeger was dat het tegendeel. Er werd weggelopen, vermeden, afgeleid, opgevuld, weggezopen, weggebloot. Dat had hij toen geleerd. Nou, zal ik dan mijn succesverhaal maar even delen? Nou, graag.
Ik heb een coachopleiding gedaan waarin non-dualiteit een onderdeel was, of eigenlijk de basis was. Maar ik had er helemaal geen, nog nooit van gehoord. Waardoor ik dus een jaar lang zelfonderzoek moest doen. En tot in de treuren toe elke beweging die plaatsvond heb moeten onderzoeken. En uiteindelijk ja, was het een soort van, er was ook gewoon niks meer over. En nu denk ik, ja, wat ben ik dan nu verlicht? Geen idee. Maar het is allemaal een soort makkelijk geworden. En good. Ja, je ziet het, je voelt het en het klopt of het klopt niet. En dan handel je of je handelt niet. Yes. En eigenlijk observeer je dat er wel of niet gehandeld wordt. En die fases herken ik dan ook van het verwarrende wat ik mensen hoor vertellen. En daarna kwam er zo'n zelfliefde moment van ik was helemaal geweldig. 5 kilo te veel maakt allemaal niet uit. Joh, weet je, gewoon helemaal prima. En daarna zakte dat ook weer en nu is het zoals het is. Dus licht aan het einde van de tunnel. Vet, ja. En het was geen trein. Nee. Ja, cool. Nou, een beetje tevreden dan? Ja. Nou, goed. Ik ga naar huis. Tot morgen hopelijk, als ze niet weer